Ja, begint het niet een beetje op Formule Max te lijken in plaats van uh, Formule 1? Nou, we hebben toch... Uh, ik vind het zelfs nog wel meevallen in verhouding met toen Hamilton uh, zeven jaar lang domineerde. Kon hij achteraan starten en dan won hij nog. En als je ziet dat het begin van het veld en het einde van het veld 1,8 seconden was bij de qualifying. Dat was vroeger 3,4 was seconden. En Hamilton en, en ook... Uh, Rosberg in die tijd, die reed gewoon met zo'n Mercedes dwars door het veld heen en die wonnen. Nu moet hij er wel wat voor doen, een beetje geluk, een beetje daar en dan, dan, dan is het toch, uh, ja, laten ze zien dat hij een, uh, hoe heet het, een, een aparte league. En als je zegt de Max formule, ja, ik hoop dat we nog uh, acht keer of zeven keer een wereldkampioen zien worden.